spaarpotscholen afgestraft. Veilig winkelen Presikhaaf. En The Voice of Wouter. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Zoals in veel sectoren treffen de rijksbezuinigingen ook de basisscholen. Hierdoor komen de drie in Arnhem gevestigde basisschoolbesturen Basis, Delta en Fluvius voor flinke financiële zorgen te staan. De Rijksoverheid voert bezuinigingen op het basisonderwijs door, mede omdat veel besturen grote bedragen op de bank hebben staan. En dat terwijl menig schoolbestuur kampt met een tekort op de begroting. Hoe pakken de bezuinigingen nu in de praktijk uit? Wij worden nu geconfronteerd met bezuinigingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. De kosten stijgen en de subsidies die wij ontvangen van het Rijk, met name van het Rijk, in ieder geval geen tred houden, gelijke tred houden met de stijgingen van kosten. Mede-argument vanuit het Rijk is dat veel schoolbesturen enorme bedragen op de bank hebben staan en dat er ook een aanleiding is om tekorten. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb daar geen mening over. Ik heb niet zo'n saldo op de bank staan. Dus als dat beeld bestaat, is dat ongetwijfeld gebaseerd op schoolbesturen die het wel hebben. We hebben nu de afgelopen jaren geprobeerd een buffertje op te bouwen, zodat we de normale bedrijfsrisico's zouden kunnen opvangen. Om u een idee te geven, ons eigen vermogen is 1,9 miljoen. Bij een omzet wat ik net noemde van 29 miljoen. Waarbij 85% personeelslasten zijn en het deel van het eigen vermogen, het grootste deel van het eigen vermogen, zit in vaste activa. Ja, dus heeft een kleine 2 miljoen om echt risico's het hoofd te kunnen bieden. Ja, ook dat is nog een vertekening, want het eigen vermogen is niet onmiddellijk ook het banksaldo. Wat ik zei, het eigen vermogen wordt gevormd door posten die je op de balans hebt staan aan de actiefzijde. En het grootste gedeelte van ons eigen vermogen zit gewoon in de vaste activa. Het antwoord ligt eigenlijk duidelijk. Als je sluitend wilt begroten, moet je korten. We hebben wel gezien dat we in de materiële sfeer eigenlijk niet meer terug kunnen. Daar worden we al jaren zwaar onvoldoende gesubsidieerd. Ja, en dan weet u het al. De andere post is personeel. Daar zullen we daarna moeten kijken. Delta is met 26 scholen onder zich de grootste van de drie basisschoolbesturen. De scholen bevinden zich in de gemeente Arnhem, Renkum, Rhede, Groenlo en Eibergen. Uit een eerder krantartikel begreep ik dat Delta op dit moment geen tekort op de begroting heeft. Dat er ook geen gedwongen ontslagen zijn, maar dat er wel 10 volle banen gaan verdwijnen. Hoe zit dat precies? Die 10 banen die in de krant staan, die hebben te maken op de slag die we in 2011 gemaakt hebben. Daar hebben we echt gedacht, we zullen nu even goed een pas op de plaats moeten maken en het natuurlijk verloop niet automatisch herbezetten. En dat heeft ertoe geleid dat wij zo'n 10 volledige banen niet hebben herplaatst. Dus anders hebben we geprobeerd te ordenen. Alleen het effect daarvan in 2012 wordt voor een deel weer teniet gedaan, omdat wij geconfronteerd zijn met een aantal autonome stijgingen van loonkosten waar we echt geen invloed op hebben. Premieverhogingen bijvoorbeeld. De kosten daarvan gaan omhoog en wordt onvoldoende gecompenseerd. Dus we moeten echt een pas op de plaats maken. Voor 2012 dus een kleine taakstelling en daarmee komen we op nul uit. Die taakstelling is realistisch. Daar hebben we uiteraard met directeuren al over gehad. En die zitten al in het formatieplan, in het conceptformatieplan voor het schooljaar 2012-2013. Het evenementenbureau Hagen in Arnhem zet een punt achter de betrokkenheid bij de Harley-dag. Het evenement trok jaarlijks rond de 30.000 bezoekers. De editie van 2011 werd echter afgelast op last van de gemeente Arnhem. Organisator Robin Hagen heeft de regionale Harley-Davidson Club, met wie het evenement samen organiseerde, zijn besluit laten weten. Of dit het einde betekent van de Arnhemse Harley-dag is nog niet duidelijk. De samenwerking met de club over de verkeersveiligheid rond het evenement liet ook steeds meer te wensen over en speelde mee in het besluit. Villa Lux in Nijmegen gaat digitaal. Het heeft even geduurd, want films kijken met een 3D-brilletje vergt namelijk een investering van 7 ton. Dat bedrag schiet de gemeente Nijmegen zo lang voor, omdat Lux niet in staat is om deze investering zelf te financieren. In de strijd om de gunst van de filmkijker moet ook filmhuis Lux aan de digitale projectie. Lux heeft vorig jaar Cinemarienburg ingeruild voor Villa Lux. Het oude pand aan de Oranje Singel moest danig verbouwd worden. Dat kost een groot bedrag, waardoor er even geen geld was voor de digitalisering. Vanaf donderdag kan er 3D gekeken worden.
Groesbeek en Millingen moeten fuseren. Dat vindt de provincie Gelderland. Gedeputeerde Mark Kink heeft in een brief aan de 10 gemeentebesturen in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal zijn idee kenbaar gemaakt. Mark Kink gaat de gemeenteraad van Groesbeek proberen tot fusie met Millingen over te halen. Korte termijn is zo'n kleine herindeling de enige fusie die kans van slagen heeft volgens de provincie. Na zijn rondje langs 10 gemeenten concludeert Mark Kink dat alle gemeenten vinden dat ze genoeg bestuurskracht hebben, behalve Millingen. Het mag dan gloedje nieuw zijn, toch zijn de nieuwe kappen over de perrons van station Arnhem niet waterdicht. Reizigers die denken te schuilen onder de overkapping komen letterlijk van de regen in de drup. Op diverse plaatsen sijpelt water tussen de dakplaten door. Ook elders in de stad leidde de hevige regen tot overlast, zoals onder de Nelson Mandela brug waar de weg over de volle breedte onder water liep. De gemeente Arnhem moest in actie komen om de problemen te verhelpen. Winkelcentrum Presikhaaf ontving woensdag de 4e ster van het keurmerk Veilig Ondernemen. Het bijbehorende certificaat is in ontvangst genomen door Alex Kerver, programmamanager Veiligheid en hoofdkabinetburgemeester. De 4e ster is een nieuw bewijs voor het veilig ondernemen en winkelen in het winkelcentrum Presikhaaf. Ja, het veilig ondernemen is geplaatst in het keurmerk Veilig Ondernemen. En dat is een keurmerk waaraan je voldoet op het moment dat er een aantal veiligheidseisen met betrekking tot winkelovervallen, diefstallen, winkeldiefstallen, brandveiligheid enzovoort in acht genomen worden en afgesproken zijn en die ook jarenlang zeg maar gehandhaafd kunnen worden. We hebben het keurmerk nu ster 4 en we behoren daarmee tot een van de 10 winkelcentra in Nederland. En dat zijn er dus heel veel van die winkelcentra in Nederland. Wij zijn een van de 10 die de 4e ster hebben gekregen. En dat betekent dat we al een zestal jaren samen met de eigenaar van het winkelcentrum, met de politie, met de brandweer, met vertegenwoordigers van de bewoners in en boven het winkelcentrum, met de beveiliging en de ondernemers zelf, voortdurend afspraken maken en herijken over veiligheid die zowel voor de ondernemer, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, als voor de bezoekende consument van belang zijn. We hebben relatief gezien eigenlijk heel weinig last van vervelende dingen. Overlast is er eigenlijk nauwelijks. Winkeldiefstallen zijn redelijk onder controle. Er zijn ontzeggingen. Dus gauw iemand hier een winkeldiefstal gepleegd heeft, dan krijgt hij een ontzegging van om hier überhaupt in het winkelcentrum te mogen komen. Dus niet alleen een ontzegging voor de winkel, maar ook een ontzegging voor het winkelcentrum. Dat hebben we eigenlijk met z'n allen heel goed onder controle gekregen. We hebben hier weinig of geen overvallen, en gelukkig maar. En daar worden ook trainingen voor gegeven. Dus er wordt met enige regelmaat een training georganiseerd. Want dat wordt gedaan vanuit het hoofdbedrijfschap Detailhandel, het HBD. En daar doen heel veel ondernemers en medewerkers van de ondernemers aan mee. Waarbij men live zeg maar, getraind wordt op het moment dat er een overval komt en hoe daarmee om te gaan, hoe je moet reageren, wat je vooral niet moet doen, wat je vooral moet laten als er een overval komt enzovoort. Nou, hebben jullie hier ook wel activiteiten? In deze tijd is dat de kerstmarkt. Betekent dat ook nog weer extra veiligheid in dat soort dagen? We hebben een vaste beveiliging die dagelijks is. En die zijn dan ook op die dagen extra alert als het om de kerstmarkten gaat of om de activiteiten die we hebben. Ze vinden over het algemeen allemaal binnen plaats. Er is een volledig camerasysteem. Dus wij voelen ons hier eigenlijk wel veilig. Merk je dat nou ook af aan het winkelend publiek, dat ze zich relaxter hier bewegen? Ik vind dat ze zich hier altijd al relaxed bewegen. Want het is gewoon een heel mooi open en licht centrum. En ik denk dat dat een voordeel is, ook als het gaat om het gevoel van veiligheid. Het wordt in het kader van zo'n keurmerk en zo'n sterren die we nu gekregen hebben ook getoetst. Er is een enquête die ook bij de ondernemers gehouden wordt. En dan zie je dat het gevoel van veiligheid eigenlijk alleen maar toeneemt. 28 jaar oud is hij, de Arnhemse Wouter Vink. Hij zit nu bij de laatste 4 kanshebbers voor de titel The Voice of Holland uit het team van Roel van Velzen. Sinds zijn studententijd is hij bezig met muziek, maar koos toch voor de veiligheid van een vaste baan. Het nachtegaaltje heeft wel getoerd met een gospelgroep en klust steeds meer bij als zanger en gitarist. Maar nu staat alles in het teken van... Ja, The Voice, ja, dat klopt. Je dagen zijn hectisch en alles staat in het teken van... Alles staat in het teken op dit moment van The Voice of Holland.
Dat wil zeggen, ik ben natuurlijk gewoon leraar aardrijkskunde door de week. Maar op dit moment komt er weinig van lesgeven. Toevallig ga ik morgen nog eventjes een dagje lesgeven. Maar voor de rest is het veel dagen op pad voor de Voice of Holland. En ook ze nu dan even mijn rust pakken, want dat is ook wel belangrijk. De docent aardrijkskunde op het Marnix College in Ede vocht zich door de audities, koos voor Roel van Vels als coach, knalde door in de battles en staat rechtop in de live shows. Hoe zien zijn dagen er momenteel uit? Op dit moment kan ik mijn werk lastig combineren met de Voice. Ik had eerlijk gezegd ook gedacht van nou, die eerste live show mag ik nog even meegenieten en meepakken. Of ik er doorheen kom, dat moet ik me afwachten. Nou, dat ging best goed. En dan moet je serieus gaan nadenken over oké, hoe nu verder, want die lessen vervallen en dan is het ook belangrijk dat ze opgepakt worden. Nou, tot en met de kerstvakantie kunnen die leerlingen aan de slag met een studieplanner. En na die tijd hoop ik dat er of een vervanger voor mij is, als ik er nog in zit, en natuurlijk hoop ik dat. En mocht ik er tegen die tijd uitgeknikkerd zijn, dan ga ik zelf gewoon lekker voor de klas staan en weer met die kinderen spelen, om het even zo te noemen. Zou je weer verder gaan als leraar of pak je dan toch de draad op als zanger? Nou, ik merk dat ik het enorm leuk vind om op dit moment het artiesten bestaan, om daaraan te proeven. Maar ik merk ook dat ik het wel mis om voor de klas te staan. Dus zoals ik nu een beetje tegenaan kijk, mocht er een combinatie mogelijk zijn, al is het dat ik bij wijze van spreken 2 dagen voor de klas sta of zo, dan vind ik het wel heel leuk om het te blijven doen. Maar het is ook echt een passie van me. Dus in dat opzicht misschien een combi. Mensen die even teruggaan naar de audities. Hè? Wat was jouw auditiesong? Doe ze even één regel. Ja, mijn auditiesong was van U2, But I Still Haven't Found. Dat begint natuurlijk met de zin. I have climbed highest mountains. En enzovoort. Het is een te gek nummer. Maar als auditieliedje misschien niet heel geschikt, omdat die vrij vlak is. Maar gelukkig heb ik het ermee gered. Dat heb je mee gered, ja. Bobette Labij, dus je zangcoach natuurlijk. Ja. Die heeft je nu geadviseerd om niet te zingen. Ja, inderdaad. Dus daarom moet ik een beetje inhouden. Ik mag op dit moment weinig zingen. En dat is ook niet zo gek, want de meest bekende zangers en zangeressen, die gaan heel bewust bij wijze van spreken niet stappen of niet uit naar kroegen om stemrust te pakken. En ik sta veel voor de klas en moet ook veel praten. Als je daarnaast ook nog heel veel moet zingen in de studio, maar ook daarnaast om te repeteren, dan is het echt zo. Dus zeg jongens, zijn ook spieren en spieren moeten rust hebben. Dus ik mag nog wel praten tegen jullie, maar ik moet ze nu dan echt mijn mond houden, wat mijn vrouw overigens verschrikkelijk vindt. Maar dan mag ze alleen maar gesloten vragen stellen en ik zet alleen maar ja en nee te knikken. Het team van Velzen is stiekem een beetje favoriet. De kandidaten zijn sterk. Zo hebben we de excentrieke Paul Turner. Maar ook Michelle Fleming is bijzonder populair. En naast Wouter is er nog de publiekslieveling Guy Barzilli. Is het team van Velzen niet de pool des doods? Team van Velzen is een topteam. Maar het leuke aan Team van Velzen is, het zijn allemaal stuk voor stuk verschillende poppetjes. Je kunt de een niet met de ander vergelijken. De een is een act op zich, die weet wat ik bedoel. De andere zingt fantastisch en is all-random muzikant op het gebied van ook op piano spelen. De andere zit wel op een muziekopleiding. En ik ben eigenlijk een simpele aardrijkskundeleraar die toevallig de noten wel redelijk goed weet te raken. En ik ben op dit moment een beetje de verrassing steeds. En ik hoop dat ik die verrassing nog lang kan blijven. Want volgens mij kan ik nog veel meer laten zien. Dus dat ben ik wel van plan. Natuurlijk heeft Wouter jouw steun nodig. Vrijdagavond zitten er weer een dikke 3 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd voor de live show van The Voice. En een weekje later dan is Wouter weer aan de beurt. Stem op Wouter. Maar ja, dat kan hij natuurlijk veel beter zelf vragen. Mensen, als jullie mij wel zien staan in de Heineken Musical, of misschien zelfs wel in die finale van The Voice of Holland, om het op te nemen tegen de andere kandidaten, dan zou ik zeggen, stem op mij. Maar laten we één ding afspreken. Doe het alleen als je het ook echt wat vindt. Want ik sympathy vote, hartstikke leuk en aardig. Maar stem alleen als je vindt dat ik ook verzoenend kan zingen. En volgens mij doe ik dat wel aardig. Dus stemmen als je het mooi vindt. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending bestellen op DVD of nog een keer terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. Kerst, circus en heel veel uittips. Zometeen uit TV, na het weer, hier op kanaal 13.